Thank you.
Thank you.
Voordat wij afscheid van u nemen, is het altijd gebruikelijk dat wij het orkest even aan u voorstellen. En dat zal ik aan u doen. Ik ben de ABJ. Als onze allereerste grap, dames en heren. 15 jaar geleden begon. Goed, we beginnen in de gymprosectie. Ik zal maar wat oude grappen tussendoor gooien, want die herkent u toch niet waarschijnlijk. Tenzij u er 15 jaar geleden al bij was. Without further ado, achter in het orkest, mooi is hij niet, maar spelen de koorboetser Hans Althoff. Dan op banjo en gitaar, dames en heren, nog veel minder mooi, maar nog veel beter spelen, Matthijs Werk. Op drums, dames en heren, hebben we een van de weinige mensen uit het orkest die niet ooit student is geweest. Hij drijft een viszaak aan de haven 24, 26 in Leiden. Als u een keer op zoek bent naar een mooie dobber of een werphengel en u wilt eindeloos komen horen over jazz gaan horen, gaat u dan naar Henk Rommers! Dan hebben we hier achter mij een man met een heel groot instrument. Ik heb daar in het verleden een hele onterechte grap over gemaakt, want ik heb hem daarnet naakt in de douche gezien en het is helemaal niet waar wat ze zeggen van mannen met hele grote instrumenten. Dames en heren, Frans Lange! We hebben daar helemaal niks. In de folder voor dit concert stond aangekondigd dat Jan Wouter altijd alle instrumenten bespeelt. Dat is ook zo. We hebben helaas vanavond niet de tijd gehad om hem dat te laten demonstreren, want voordat wij het wisten was de tijd om. Normaal speelt hij alt sax, tenor sax, bariton sax, klarinet, piano, banjo, drums, trompet en ook tweede trompet speelt hij. En ik ga hem binnenkort de trombone les geven. Voorlopig speelt hij alt en zingt hij, dames en heren, misschien wel de grootste spelende advocaat die nog leeft, Jan Wouter. Dan had ik 2 jaar geleden een ontmoeting met de hele grote tenorsaxofonist. Kom, weet je ook weer. Ja, dat is even jammer, gaat de grote mist in. Thank you.
Hans, mag ik het even vragen?